AVRO Stedelijn met Myrna. Hallo, met Hermen van der Waal. Zeg, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar maak mij maar lid van de AVRO. Jullie programma's zijn goed. Bovendien, de televisie vind ik goed en overzichtelijk. En hij is heel voordelig. Ja, en u krijgt hem de eerste 25 weken voor maar 12,50. Zeg, dat is bijna een half jaar. Dat kan toch niet? Als u nu lid wordt van de AVRO, krijgt u de televisier 25 weken voor maar 12,50. En u heeft hem de volgende week al in de bus. Volgende week dinsdag bij de AVRO. Om 14:30 middags Oosterse schoonheid en spanning in Shogun. Om 20:30 vrolijke misverstanden in de wonderlijke wereld van Arthur. En rond 22:50 de nieuwe spionageserie Het Raadsel van de Wadden naar het boek van Erskine Childers. Je zit goed bij de AVRO op dinsdag. Ja, en dat is allemaal volgende week dinsdag bij de AVRO. Maar nu, vanavond, in het kader van de Nationale Ouderendag, de film Time After Time. In deze amusante televisiefilm van de BBC kunt u onder andere de beroemde Engelse acteur Sir John Gielgud aan het werk zien. Hij speelt hierin de rol van de dictatoriale Jasper Swift, die samen met zijn drie zusters, die alle drie de middelbare leeftijd hebben, een landgoed bewoont. Iedereen lijkt zo zijn plekje gevonden te hebben in deze kleine leefgemeenschap. Tot op een dag de rust danig wordt verstoord door een bezoek van een jeugdvriendin. Overigens kunt u Sir John Gielgud ook volgende week dinsdag bij de AVRO zien in de speelfilm Arthur. Maar kijkt u nu naar Time After Time.